Je hebt altijd van die kleine terugvalletjes. Dat je zeg maar, dan ben je 6 maanden bezig en dan voel je toch dat die knie nog een beetje, ja, dat het toch nog pijn doet. Dat het af en toe nog stijf wordt, dat het niet lekker voelt. En dan denk je toch wel van, wanneer gaat het weg? Is er dan een twijfel van, zou het echt wel goed komen? Ja, daar twijfel je dan aan. En dan heb ik natuurlijk een fysio die me gewoon er doorheen sleept. En die dan zegt van, het komt goed, het hoort er allemaal bij. En het vereist gewoon heel veel geduld en doorzettingsvermogen. En uiteindelijk is het gewoon goed gekomen. De wedstrijd tegen NAC, als er visitekaartjes nog bestaan, anno 2017, heb je hem afgegeven? Ja, dat denk ik wel. Ik heb gewoon mijn uiterste best gedaan, verstand op nul. En ik ben gewoon gaan knallen. En dan zie je dat ik een mooie goal kan maken en dat ik gewoon lekker in de wedstrijd zit en ik ben blij mee. Ja, maar dat is ook het probleem bij Dylan niet, want Dylan die had het visitekaartje al afgegeven. En de ene gaat om kwaliteiten hè, en dat zeg ik, een half uur invallen en doen zoals Dylan dat nu gedaan heeft is natuurlijk top. En dus ook voor een trainer is dat top. Ik had alleen liever gehad dat hij het eerst al 60 minuten had gespeeld. Dus dat betekent dat daar werk aan de winkel is. En daar ga ik ook met Dylan uiteraard even voor zitten. Zie je het als een nieuwe start? Ja, zeker. Ik zie het zeker als een nieuwe start. Dus er gaan mooie dingen komen. Waar moet hij aan werken, vind jij? Nou, het zou schelen als hij op tijd is bij de wedstrijdbespreking. Ja, dat is geen goede eigenschap. Nee, maar nogmaals, weet je, dat zijn dingen die ook kunnen gebeuren. En om ook even aan te geven dat Dylan vandaag gewoon zou starten. Uiteindelijk heb ik anders besloten. En ook zometeen in de bus kan ik tegen hem zeggen van ja, Dylan, best wel stom eigenlijk hè. Want als je dit dus kan en je stelt jezelf eigenlijk niet op. Maar ook daar komen we wel uit. Ik moet gewoon mijn voeten laten spreken natuurlijk. En zoveel mogelijk als ik speel moet ik het laten zien. En dit is natuurlijk weer mijn eerste echte wedstrijd tegen een goede tegenstander. Daarvoor hebben we wel 2 oefenwedstrijden gespeeld. Maar dit is gewoon tegen een goede tegenstander en dan moet ik gewoon mijn voeten laten spreken en dat doe ik gewoon. Welke positie? Want je was natuurlijk echt de nummer 10 hè, in het verleden. Ja, dat is wel mijn positie in de nummer 10, maar we spelen nu eigenlijk met de punten achter. Nou ja, eigenlijk speel ik met 2 nummers 10. Zo kun je het ook zien, dus het is net een beetje hoe je het vertaalt. Maar Dylan kan als rechter middenvelder aanvallend kan hij daarin wat brengen in zijn dieploopacties. Dus die moet hij ook zeker hebben. Eigenlijk onder Robert Molenaar heb ik ook zeg maar, linkshalf af en toe gevoetbald. Dus dat is wel een beetje hetzelfde. Dus het is niet voor mij helemaal nieuw. Ja, dat de verdedigend ik van de middenvelders ook wel wat taken heb. Dat ze ietsje vaker gewoon een vent moeten uitschakelen. En niet te snel mensen laten lopen. Ja, dat is ook iets wat ik van ze verwacht. Je moet het nu gewoon vasthouden, je moet blijven die kracht natuurlijk opbouwen en het voelt gewoon allemaal goed. En ik ben er gewoon sterker uitgekomen. Je gaat je weer terugknokken in die basis? Dat ga ik zeker doen, zeker.